Hoe kan het niveau van het onderwijs op Curaçao worden verbeterd? Welkom bij Uitgelicht. Goedenavond. Het christelijk onderwijs op Curaçao is zwaar onder de maat. Niet alleen worden oude lesmethodes gebruikt, maar ook de faciliteiten zijn verouderd. In de studio Magali van der Bunt-George, directeur van de Curaçaose Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs. Goedenavond, mevrouw van der Bunt-George. Goedenavond. Ja, fijn dat u er bent. We gaan eerst even naar de actualiteit. Curaçao met een stukje water ertussen, Venezuela. Ja. Wat merkt u van de problemen daar? Nou, best wel veel. Het is onrustig op Curaçao op het ogenblik. Vandaag hebben wij als land natuurlijk formeel een verzoek gekregen van de Verenigde Staten of wij niet de humanitaire hub willen zijn. Ja. Nou, er zijn natuurlijk best wel spanningen op het eiland van groepen die dat wel willen. Want we willen natuurlijk heel graag die humanitaire hulp daaraan bijdragen. Mm-hmm. Maar ook wel van ja, maar is dat gevaarlijk? Wat betekent dat straks voor ons? Dus het zijn spannende tijden. Ja, er zijn wel banden van oudsher hè, tussen Venezuela en Curaçao. Ja, zeker. Het is natuurlijk heel dichtbij. Ja. En we zijn natuurlijk ook wel economisch. Banden met de raffinaderij, gezinnen natuurlijk die ook familie hebben overzees. Dus het zijn spannende tijden en het is ook moeilijk om als heel klein land natuurlijk tussen zulke grote wereldmachten een rol te moeten spelen. En dat is ook heel spannend. We hebben ook natuurlijk wel vluchtelingen vanuit Venezuela. Ja, want u zegt heel dichtbij is het, overzee, 50 kilometer, 60? Oh, nou in kilometers weet ik het niet, maar het is ongeveer een half uurtje vliegen. Half uur vliegen? Ja. Ja. Want komen er veel vluchtelingen naar Curaçao toe? Er komen vrij veel vluchtelingen naar Curaçao toe, op bootjes, op gammele bootjes. Daar heerst wel een streng vluchtelingenbeleid. Natuurlijk omdat we hebben natuurlijk op Curaçao al zo zelf heel veel uitdagingen. Ja. En dan is het natuurlijk des te moeilijker om dan ook nog dat erbij te kunnen hebben. Ja. Dus het is niet makkelijk. Ja. U zegt het zelf, kunt u dat erbij hebben, meer mensen? Of zouden die misschien door naar Nederland moeten? Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk. Hè? Want als christen zou je willen dat we voor iedereen wel een plekje... Ja. En denk ik dat het op zich wel zou moeten kunnen. En, maar ja, daar denkt natuurlijk niet iedereen zo over. Dus het is moeilijk. Het is heel complex. Ja. Hè, want we hebben zelf heel veel uitdagingen op het eiland. Sociaal, economisch. En dan is dit natuurlijk erbij veel. De raffinaderij die mogelijk wegvalt. Ja. We hebben natuurlijk te maken met grote werkloosheid. Gelukkig zit toerisme in de lift. Dus daar zijn we natuurlijk heel blij om en heel trots op. Maar er zijn wel zorgen. Ja, want wij kennen Curaçao als een toeristisch eiland. Ja. Waar we graag op vakantie gaan, onze eigen taal kunnen spreken. Ja. Maar er is een ander Curaçao ook. Ja, Curaçao is een geweldig eiland. Het is een heel mooi eiland. We zijn een heel divers eiland waar de rest van de wereld denk ik een voorbeeld aan mag nemen. Hoe we met verschillende culturen samenleven en samenwonen en hoe mooi dat is. Mm-hmm. Maar we hebben ook uitdagingen, ook binnen het onderwijs, hè, binnen ons christelijk onderwijs. Ja. Grote uitdagingen, omdat er natuurlijk, als wij naar Nederland kijken, dan worden we wel eens jaloers. Ik kan me voorstellen dat mensen uit het onderwijs hier dat bijna niet geloven, maar het is echt zo. Ja, u bent niet zomaar in Nederland, maar met een speciaal doel, heb ik begrepen. Ja, dat klopt. We zijn hier om onderwijzers te werven voor ons basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Dus we hopen dat we mensen met passie kunnen vinden die van betekenis willen zijn in een ander land. Mm-hmm. En die het leuk vinden om voor 3 jaar of 4 jaar of 5 jaar of 1 jaar ons te kunnen helpen. Ja. Want ook op Curaçao hebben we schaarste aan docenten. Hè? Zowel in het voortgezet onderwijs, natuurkunde, wiskunde. Maar ook in het primair onderwijs zijn we op zoek naar leerkrachten. Ja, want hoeveel scholen heeft u als vereniging? We hebben 6 scholen, verspreid over 7 schoollocaties. Ja. En dat varieert van speciaal funderend onderwijs, zoals wij dat noemen. Funderend onderwijs, VSBO, dat heet hier VMBO, en HAVO-VWO. Ja. En in de intro zei ik, u kampt met nogal wat problemen, bijvoorbeeld oudere lesmethodes. Ja, dus we zijn ook in Nederland, we hopen ook dat we de banden kunnen aanhalen met onze broeders en zusters hier in Nederland. We hopen dat er voor ons gebeden gaat worden. We hopen dat we aan ons gedacht wordt. Hè, denk aan kerken die het misschien leuk vinden om met groepen te komen in de zomer. Om te helpen, de handen uit de mouwen, te helpen ons gebouwen eens te verven. Want we kampen met heel veel achterstallig onderhoud. Maar ook zijn we op zoek naar stagiaires. Of jongeren die een gap year willen volgen en als vrijwilliger bij ons aan de slag willen gaan. En we hopen ook fondsen te werven voor het investeren in bijvoorbeeld een taalmethode als die toch heel erg belangrijk is voor ons, omdat we eigenlijk geen fondsen hebben daarvoor. Ja. Op Curaçao is de economische situatie zo dat de subsidie vanuit de overheid verre van toereikend is. Dus dat zijn problemen waar we mee te kampen hebben. Maar we klagen niet, want we hebben het belangrijkste wel, goede gemotiveerde mensen. Ja.
Maar we hopen toch dat we steun kunnen krijgen ook vanuit onze protestants-christelijke broeders en zusters hier in Nederland die het op hun hart hebben om het te helpen. Ja, uw oproep is eigenlijk, ga niet naar Oekraïne of naar Malawi, maar kom naar Curaçao. Ja, en blijf binnen het Koninkrijk. Blijf binnen het Koninkrijk, want ook binnen het Koninkrijk der Nederlanden kan gebouwd worden aan het Koninkrijk van God. Mm. En het is ook heel mooi om op Curaçao kun je in het onderwijs nog echt van betekenis zijn. Mm-hmm. En de context is best een andere. Ook als onderwijzer moet je daar rekening mee houden. Geen digiborden. Dus als er scholen zijn die van hun digiborden af willen omdat ze zijn afgeschreven, dan zeggen we, stuur ze naar ons. Wij kunnen ze heel goed gebruiken. Ja. Maar toch, Curaçao is een zelfstandig land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Ja. Moet dus zorgen voor haar eigen onderwijs. Ja. Ja, dat is helemaal waar. Is dat onvoldoende dan, dat de overheid dat doet? Kijk, je hebt natuurlijk te maken. We zijn een autonoom land binnen het Koninkrijk. Ja. Maar we zijn natuurlijk een heel jong land, een heel klein land. Hè, daar waar in Nederland een flink aantal miljoen mensen, bij wijze van spreken, samen betalen voor de infrastructuur en voor alles wat er is, moet je dat natuurlijk op Curaçao met een hele kleine gemeenschap doen. Want je hebt toch ook daar een vuilverwerkingsbedrijf nodig en telecommunicatie nodig en ga zo maar door. 400.000 mensen geloof ik. Iets meer dan 160.000. 160.000? Ja, dus je moet met een kleine gemeenschap heel veel betalen. Ja. En als je met 160.000 mensen, een waterbedrijf moet financieren of met een paar miljoen, dat is nog wel een verschil. Maar toch, onderwijs is de kern van je land, zou je zeggen. Die kinderen klaarstomen voor de toekomst. Ja, en toch is dat vaak een ondergeschoven kindje. Hè? Mm. We hebben natuurlijk op Curaçao ook te maken met politiek. Waarbij schaarse middelen verdeeld moeten worden. En dan is onderwijs niet altijd een populair thema. Nee. Omdat het natuurlijk ook moeilijk scoren is. Hè? Als je heel veel investeert in onderwijs, daar zie je natuurlijk de vruchten van over een paar jaar. Ja. Maar goed, wij zijn als onderwijsorganisatie dus zelf heel erg betrokken en vanuit geloof bezig. Omdat wij vinden dat ieder kind op Curaçao recht heeft op goed onderwijs. Ja. En zo vanzelfsprekend is dat niet. Niet alle kinderen in de wereld krijgen dezelfde kansen. En wij willen gewoon dat alle kinderen die aan onze zorg worden toevertrouwd gewoon echte kansen krijgen op goed onderwijs. Want u heeft geen toelatingsbeleid. U accepteert alle kinderen die komen? Wij accepteren alle kinderen. Het is wel zo dat onze scholen doen het heel goed doen. En daardoor hebben we wachtlijsten. Dat vinden we heel jammer. Dus we hebben ook een aanvraag ingediend bij de overheid om nog met een derde school basisschool te kunnen starten. En ook een mbo-school. Ja. Maar daar zitten natuurlijk ook de overheid die denkt dan natuurlijk, dat gunnen we ze misschien wel. Maar hebben we daar wel het geld voor? Mm-hmm. Maar in principe willen we er voor iedereen zijn. En we denken dat we ook in zijn algemeenheid kunnen we op Curaçao een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onderwijs. Ja. Dus we zitten ook aan tafel met de mensen vanuit het ministerie en proberen zo ook een bijdrage te leveren aan wat nodig is. Want er moet op het gebied van onderwijs best nog wel wat gebeuren op het eiland. Ja, en u bent op zoek naar mensen, dat heeft u geschetst, naar middelen, als mensen borden over hebben of zo. Ja. Ook naar geld van bedrijven die zeggen, ik wil best steunen. Oh, geweldig. Heel graag. En in basiszaken, we hebben een technieklokaal waar heel veel verouderd materiaal is. Dus een taalmethode voor het basisonderwijs hebben we. Ze is heel erg verouderd. We werken uit een methode van 2003. En daar de uitgever zegt, daar hebben we geen boekjes meer voor. Ja. We hebben vaak geen middelen voor werkboekjes. Dus kinderen moeten dan werkjes overschrijven uit het werkboek. Want het werkboek moet nog een aantal jaren mee. Ja. Dus we zijn, als er organisaties zijn die het op hun hart hebben om bij te dragen, dan zijn we daar heel erg blij mee. Ja. Onze gymzaal kunnen we al maanden niet gebruiken, omdat de vloer eruit ligt. Dus echt in de basis, daar zouden we heel blij mee zijn. Maar we zijn ook dankbaar met gebed. Ja. En met een club vrijwilligers die eens wil komen helpen verven. We dromen van mooie bijbelteksten op de muren, want die zijn nu afgebladerd soms. Maar we zijn zeker ook geen zielige club. Nee, maar toch, u bent een vereniging van christelijke protestantse scholen. Ja. Er zijn ook openbare scholen, neem ik aan, op het eiland. Ja. Katholieke scholen. Ja. Hebben die dezelfde problemen? Dus we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Mm-hmm. De ene school wat erger dan de ander. Wij zijn nummer 3 qua omvang. Ja. En dat maakt dat we net tussen servet en tafellaken in zitten, als het ware. En dat maakt het erg lastig. Mm. Bovendien, het openbaar onderwijs is op Curaçao nog niet verzelfstandigd. En daardoor hebben zij iets meer ruimte om vanuit andere hoeken, vanuit de overheid ook
gesubsidieerd te worden. Ja. Dus wij hebben het als protestants scholengemeenschap best zwaar. Maar de andere schoolbesturen hebben het minstens zo zwaar. Ja. Onlangs hebben we ook als gezamenlijke schoolbesturen een noodkreet uitgeroepen. En hebben we aandacht gevraagd voor onderwijs op Curaçao. Omdat we ja echt dat er heel veel moet gebeuren. Ja. Ja. Nou bent u in Nederland om ook leraren te werven, maar u weet, net als ik, dat wij zelf ook lerarentekorten hebben in ons land. Ja, ik weet het. Ik weet het erg, hè, dat wij dan toch bij jullie... Maar het gaat bij ons om een man of 15, 20. Ja. En als u de context kent van Curaçao, dan zou u het ons ook gunnen. Ja. Stel voor, ik ben wiskundedocent. Ja. Ik heb hier een digibord, ik heb een prachtige methode. Ja. Ik heb een lokaal wat schoongemaakt is. Ja. Dat vind ik allemaal niet bij u. Nee, dus digitalisering staat bij ons echt in de kinderschoenen. Maar het gave is, je kan meebouwen. Ja. En misschien wil je oude school wel een digibord meegeven. We hebben goede mensen, maar je context is echt anders. Dus je moet echt wel komen en vooral varen op je eigen professionaliteit. Niet bang zijn van een bord met krijt. Ja. Niet bang zijn van en kijken naar alles wat er wel is. En kijken naar alles wat wel kan. En dan zul je zien dat je als mens en als professional echt van betekenis kunt zijn. Hè? Ja. Want je kunt alle mooie dingen hebben, maar een slecht docent zijn. Maar je kunt ook een goed docent zijn en met minder middelen en in een andere context echt van het verschil maken. Voor. Ja, eigenlijk wilt u dus harten raken. Ja. Ja. En niet zozeer mensen lokken met van kom naar ons mooie, prachtige, zonnige eiland. Harten raken en ook mensen die ook andere harten willen raken. Ja, daar. Want je neemt ook iets mee terug. Zeker, het is een verrijking. En ook je carrière staat zeker niet stil. Want de mensen die terugkomen, die zijn vaak ook die kijken ook anders naar de scholen hier. En dat krijgen we ook terug. Het verandert je ook als mens. Ja. Ja. En het is toch een veilige omgeving. Hè? Dus het is een land waar je in een veilige omgeving, in je eigen taal, van betekenis kunt zijn. Mm-hmm. Tot slot, mevrouw van der Bunt-George. Hoe ziet u de toekomst van het christelijk onderwijs op uw eiland? Ik zie dat heel positief in. Omdat we echt heel welbewust in gebed bezig zijn met onderwijs. En het ook in ons hart hebben om zaadjes te planten van ons mooie geloof. En ik geloof dat God nooit loslaat het werk van zijn handen. Mm-hmm. En ja, wij zijn ook het werk van God. En dus ik zie dat heel positief in. Ja. En kinderen die bij u opgeleid worden, die gaan dan naar Nederland voor vervolgonderwijs? Veel van die kinderen wel, ja. Ja. Komen ze ook terug? Soms wel, meestal wel. Vaak pas na een aantal jaar. Maar ook zij moeten dan natuurlijk wennen. Want als ze dan een aantal jaren hier gewerkt hebben en weer teruggaan, dan moeten ze zich ook wel aanpassen. Ja. Ja. Want dan is het toch een ander land, dan is het, Curaçao. Ja, vaak willen ze dan ook wel echt bijdragen aan hun land. Maar je moet ook een stukje inleveren. Ja. Iets binnen salaris, maar wel een heel mooi leven ervoor terug. Ja, want dat zou uiteindelijk het mooiste zijn als jonge mensen van uw eiland hun eigen land vooruit helpen. Ja, zeker. Maar dan moeten we ook in de basis goed onderwijs. Hè? Want lang niet alle kinderen komen zover dat ze ook daadwerkelijk een HAVO of VWO afmaken om hier te kunnen studeren. Ja. Ja, dus dat is de eerste uitdaging. Eerst goed onderwijs in de basis. Ja, goed onderwijs in de basis. En daarna voort en je eigen land vooruit helpen. Zo de Heere wil, ja. Ja, prachtig. Ja. Dank voor dit gesprek, Magali van der Bunt-George. Ja, dank dat ik hier mocht zijn. Dit was Uitgelicht voor vandaag. Hartelijk dank voor het kijken. Morgen, bij Leven en Welzijn, zijn we er weer. Graag tot dan. Dag.